goed is, staat alles aan. We zijn even een foto aan het maken van alle auto's. Nou, alle van de auto's die ik een beetje mooi vind. Ja, doe maar. Even kijken. Zou ik die laatste vind ik wel mooi, dan valt ook die mooie zon te doen. Door die bomen zeker. Ja. Melanie. Ja, doei. Oh, ik zal nog even kijken. Dat is een goeie. Ah, oh, ja, die is mooi. Ik heb nou geprobeerd om ook mijn HP en mijn dingen allemaal weg te brengen. Ja, zo is die mooi man. Ja, sick. Die laatste is mooi ja. Moeten we met die zon. Ja. Huis erop, alles erop. Ja, thanks. Nou, dankjewel. Even ja, kijken. Even wat, gaan we even een berichtje aftoepen? Ja, doe maar. Even kijken. We gaan zo naar de politie. Dus, even kijken, WhatsApp app. We gaan zo gewoon een dienst draaien. Als politie. Maar, ik heb deze auto heb ik nieuw gekocht. Een Audi S3. En een Alfa Romeo Q4. Dus dat is niet verkeerd. Die Alfa Romeo, die was... Even kijken, die was 400.000. Deze was... 350.000, maar die hier nu staat 400.000. En dit is gewoon een oude auto van me. Die is volgens mij 140.000 nieuw. En hoe die hier staat, denk ik 160, zoiets. Zeker 160.000. Hier reek ik altijd mee eerst. Oh. Ik ga hem dadelijk ook even inrichten, mijn huis. Even kijken. We gaan denk ik met de Audi weg. Oh, mijn deur. Yo Marco. Ik ga even die auto's normaal op mijn oprit zetten. Ik heb ook een nieuw huis gekocht. Het was 1 miljoen. Dus ik heb niet meer zoveel geld meer. Kijk hoor. Leuk, niet schade rijden. Shit. Nou, kan gebeuren. Twintje van Marco, twintje van mijn auto's, Marco. Deze is al bekend als het goed is. Met deze naar politie. Oh wacht, ik moet die auto nog op slot zetten. Ik heb er gewoon al mijn autosleutels mee. Deze is van hem. Deze Maserati. Yo. Kan een stukje rijden denk ik. Als ze open is. Ja, is open. Kijk, die binnenkant. Ik heb hier nog nooit in gereden. Die binnenkant is niet zo mooi. Een rondje rijden. Rim om. Maar voor deze auto moet je 50 euro betalen. Dus gewoon echt PayPal. Maar is ook niet verkeerd. Oh yo!
Yo. Yo. Doe even een rondje. Ah, maakt niet uit. Ik ga nu naar het HB, ga ik even in dienst. Ja, is goed. Nou, dit is gewoon dezelfde auto die ik had in het blauw, alleen ik heb hem gewoon een ander kleurtje gedaan. Ja, ik vind het ook wel, hij rijdt wel lekker, man. Ja, ik vind het eigenlijk ook. Ben je gek? Ben je gek? Die Alfa Romeo kost 400.000. Ben je gek? Ga die verkopen. Weet je, dat is de ene snelste SUV wat er bestaat. Ik moet weer tanken met deze auto. Oh, zo. Oeps. Lag spike. Dennis Marco, schrijf je met een K, niet met een C. Timmy, waar ben je? Ik kom nu naar het bureau, man. Ga zo wiet. Ja, is goed, Dennis. Zullen we doen. Timmy, wil je duur rijden? Zo. Dennis, duimpje omhoog. Timmy, ook duimpje omhoog. Kom op, joh. Nee, dat hoeft niet. Die duimpjes boeien me niet. Ah, hier staat Timmy. Timmy! Timmy! Dank je. Yo. Yo, ça va, man. Nou, ik was even aan het kijken wie dat actief was. En ik zie ook dat jij ook actief was. Wat dan? Je hebt je radio niet aan, zeker. Ik ben niet in dienst. Jawel, je was wel in dienst. Ik ben niet ingeklokt. Of wel? Of wacht. U bent ingeklokt. Oh. Oeps. Nou, maar ja. Komt goed uit, want ik ga toch. Ja, dat wel. Pak jij de motor? Kost me weer zoveel repair kits, hè? Nou, we kunnen samen op de motor. Kan ook, maar ik ben OC. Ja, ja. Je kan hem ook aan Brian geven. Gaan we samen met de motor. Even kijken, motorhelm. Ja. Let's go. No, 8 meldt zich voor dienst. Begrepen. Ja, ik ga op de motor, Marco. Rustig aan. Gaan we anders even in Discord. Timmy. Ja, kan. Dus ik zou even bellen. Even kijken. Timmy, waar staat hij hier? Nee, Timmy. Ja. Yo. Yo. Zo, ik heb. Oh, ik heb staat, wacht, je staat heel hard. Oh. Ja, ik heb je wat zachter gezet. Oké. Wat wij zeggen? Als je kan verplaatsen. Ik heb een beter idee. Vertel. Je weet dat ik over die twee stations heb bezig geweest. Dat er hier een station is en dat er in het zuiden een was, hè? Ja, dat heb ik ook verteld aan. Oh, wacht. Ik ga 2014 is achter zwarte Lamborghini. Dat is motor, man. Pak hem maar. 08 koppelt. Handen achteraan! Zo, jij bent ook aanwezig. Ja, altijd hoor. Jongen, jullie jammer.
dachten is aan is langs de kant nu. We gaan nu overgaan. Ik zou willen dat er nog. Goedendag. Zo, jeetje. Ja, Mo, jij bent het natuurlijk, hè. Verleker. Ja, ik werd uitgedaagd door die persoon in de Nissan GTR. Zei van, ja, je hebt een leuke kutbak, dit, dat, kom racen dan. En ja. Ja, en dan ga je, en dan denk jij van... Ja, maar broer, ik had mijn Lamborghini niet beledigen door zo'n kut GTR, snap je? Nee, oké, dat snap ik. Maar dan moet je even hier... Oh, we zijn dicht bij de grens, joh. Duitsland is in de buurt. Ja, maar kijk, zie je dit? Zie je dit? Kijk, ik niet één keer door die vinger zien. Ja, ik vind het helemaal goed, maar let wel even op, man. Je had nog een klap gekregen voor het AB van iemand. Je hebt dat dan ook gewoon door de vingers te zien, man. Kom maar. Nou, wat gaan we doen? Hè, motje? Nou, ik zeg, ga het gewoon verder. Ik wil je rijbewijs wel even zien. Ja, sure. En dan gaan we even naar die RS3 daar. Nee, als een nieuw voertuig van Raf, het is die... Ja, zo noordelijk. Kijk eens, heb je hem weer terug? Zwart met oranje gloed. Moet je? Guardian. Ik heb plezier. Ik weet het tussen ons. Ja. De laatste tijd is echt saai. Oké, je weer zak. Ja, man. Oh, jij bent zo aan. Ik heb eergisteren heb ik al een sessie met jouw collega's gewoon even een cold drink kop geven, maar ik weet niet waar jij was. Luister. Nee, ja, ik moest ook af. Mij moet je geen kogel geven, joh. Maar ik wil even een juwelen overvaltje. Wat? Ik wil wel zo nog wel eens een bankje doen. Man. Ja, bankje moet je wel. Ja, bankje is vanaf 5 hand, hè, dus... Ja, jullie zijn niet meer 6. Ga je gang. Vind ik wel leuk, het is leuk voor de stream. Ik heb alleen een nieuwe auto van de chat. Ja, zo. Ik wist dat het een auto was. I know. Gewoon weg. Nu dat jullie ook al kaartjes kennen, kan ik ook niet eens normaal verkopen, jongen. Wat? Echt, man. Ik heb legit, man. Mijn minions werken zo hard en dan hebben jullie de locaties gevonden. Echt, man. Ja. Teleurgesteld, man. We hebben ook onze connecties, hè? We hebben ook onze connecties. Ja, connecties, jongen. Achter de staart aan rijden, jongen. Ja. Nee, we rijden achter niemand aan. We krijgen het binnen. Van een persoon. Ja? En hoeveel betalen jullie die persoon? Niet niks. Is dat de reden waarom er 0 euro in de politiecollege zit? Ja, er zit 6 miljoen in. Mensen like jullie, mootje, krijgen veel geld. Hoeveel zou je mij geven als ik jouw locatie zou geven? Wij hebben helemaal niks gegeven, volgens mij. Hoezo je hebt niets gegeven? Weet je wie er in die RS3 zit? Volgens mij Jasper Paas. Jasper Paas, oké. Okay. Yes, volgens mij, ja. Want ik zag ja, hem maar is het toch hard vraag? 08 andere eenheden. Er rijdt een RS3 rond. Zit heel hard te rijden. Roekloos. Kijk alsjeblieft even naar uit. Maar ik weet al Jasper Paas de advocaat van Piet. Het is een RS3 met hele donkere ramen en zijn velg heeft hij een rood lijntje omheen. Ah ja. Maar goed, hij rijdt hier bij de ANWB in de buurt. Ik heb neergelegd met een express nog getagd iedereen. Dus wacht op antwoord, man. Ik heb wel zin om even zo'n... Ik weet het. Hoor jongen. Ik heb een donderdag niet klaar. Dan ga ik lekker, wanneer je dood, dan ga ik ook komen. Yes, ik heb jullie weer gesloten. Ja, maar ik heb alles nieuw, hè. Ik heb alles nu. Ik zat in een 2 weken geleden dat mijn lijk op de zee. Zwarte Audi. Nu niet meer, hè? Zullen we het werd er gezegd? Zwarte Audi? Als je echt nu wil zoeken, kom niet paintballen 1v1. Ik doe niet wie de baas is. Kom dan. Ik wil dat doen met die juwelen zaak ook. Zwarte Audi RS3 is standaard. Oké, begrepen. En daarna zien we nog een keer met die Rijden als je Ja, zo wel. Is goed. Hé, maar klaar. Dus ja, ik zou een beetje trainen, man, want ik ga er vandoor met 700k. Nee, kom in orde. Is goed, Bo. Laat, man. Tot later. Hey, laat reëren, bro. Ik hoop echt dat ik nog wel een loodje door jullie kop ziet, man. Jongen, we hadden ook gelijk je rijbewijs kunnen innemen. Bro, zie je dit? Zie je dit? Later. Later, bro. Ja, zo kan het ook. Hij is door, jongens, sukkel. Jongens, kan er even de kant op komen? Ik kan die kut rijbewijs niet afpakken. Maar dan kan je even geen doen, hè? Precies, je hebt een collega bij. Zwarte Audi ben ik ook bij nu.
Auw. Auto uit de lucht. Oh. User left your channel. User left your channel. Uit je mond. User left your channel. Oké, heel raar, als ik op licenties klik, dan wordt er niks gedaan, zeg maar. Dus ik kan hem ook niet afpakken, zeg maar. Heel raar. Wacht, zijn we nog een keer? Kan iemand daar van hier komen, want ik kan dat rijbewijs ook niet afpakken op een of andere vage manier. Je hebt een locatie, dan kom ik even aan. Ja. Lach mij. Het is algemeen bekend dat het een bug is, dus niemand gaat het af kunnen pakken. Dat zou best kunnen, ja, maar ja. Ja, wel apart. User left your channel. User joined your channel. Ja. User left. Nee, er viel bij mij een auto uit de lucht. Hoe de meting graag? Wat kwam eruit? Nee man, ik kom geen Discord. Ik zit al met iemand in Discord. Hallo, graag even een reactie geven. Timmy. User joined your channel. Is er Ambu? Hallo! Ja, op wat moeten we reactie geven? Op een meting die we niet weten? Ja, ik wil die meting weten. Ja, welke meting? Nou, van die Audi RS3 dat die staat. Jij denkt dat er een meting is uitgevoerd? Timmy, vraag eens aan Gary of Mats of ze mij kunnen revijven. Voor zijn rijgedrag? Ja. Ja. Omdat er bij mij een auto uit de lucht viel? Nou, hij reed sowieso daar. Dat hij over de 50 km zei, dat kun je niet eens bewijzen. Dus als hij in hoge beroep zou gaan met een advocaat, dan kunnen we er geen eens bewijs voor. Maat, ik word een beetje moe van jou, moet ik zeggen. Ja, nu nou is een beetje rustig. Je kunt geen mensen berechten als je geen bewijs hebt. Ik ga uit dienst, dat is eens. Timmy, vraag het zo. Even rustig, jongen. 2040 op jouw status echt. Wat moet ik het vragen? Of ze mij kunnen reviven? Op report? Nee, Porto. Snel. Porto, en wie noemt die? Mats of Gary. Gemat. User left your channel. User joined your channel. Snel. Zeg gewoon Mats of Gary. Of rij naar het HB, daar zijn ze niet. Begin is er verder vrijgelaten. Rijf van het HB, daar zijn ze nu, snel. Anders ben ik alles kwijt. Heel. Waar zijn ze? Als het goed is op het bureau. Ik word steeds aangereden. Mo. Ja, trap hem nog even. Mo! Broer. Jongen! Auw. Oh, wat onzin weer allemaal. Ja, lach maar. Uiteindelijk moet slapen. Kan je ze vinden of niet? User disconnected from your channel. Au. Yunus, die zijn in die op bureau, hè? Dat er dan ook iemand naar onze locatie toe kwam, maar dat werd ook niet. Ik heb me niks gezag of het gedaan. Ik krijg hem niet op getild. Hey. Ik krijg hem niet op getild.
Hij lekt een beetje, meneer de agent. Nou, dat is, hoe heet dat? Dat is maar water gewoon, maar vlammen. Is lekker. Dat is geen olie of zo. Hè? Hey Joene, die ambu guy is dood. Nee. Voelt u zelf wel beter? Ja, heerlijk. Je vriendje is dood, man. Oh, ik ben al geholpen. Ja, thanks man. Hij helpt meneer de agent. Oh, nice. Ja, bewijs je hoe een voertuig uit de lucht. Dit is gewoon een moordplek, man. Ja. Ik laat het. Ik heb allemaal olie bij uit die boot. Ja. Ja, dat ook, man. Wacht, dan gaat het aan de kant, gaat aan de kant. Ja, doe die wheelie, Oei, joh! Wow, dat wist ik niet. Ik sta erin, hè, nu. Oké, kom. Even een nieuwe motor pakken. Eentje moet trouwens weg van ons, van de motor. Wil jij op de motor blijven? Timmy. Wat zei je? Wil jij op de motor blijven? Dan ga ik wel even. Motor in beslag genomen. Nee, pak dan zien onder kavelwagen niet, maatje. Pak huh? Hem maar. Pak hem hier, pak hem. Wat? Dat doe hem als ik iets zeg, jongen. Allee! Homo. Hé, hey, gaat op de hard en reed? Hm? Reed er mee? Ja, ik heb er ooit mee gereden. Ja? Ja. Moet je dan zomaar bij reed of niet? Nee. Voor de VP. Ah, daar hebben we de motor weer van Sam de Brandweerman. Van Sam de Brandweerman. Nope. Oh, wie dan? Van de Brandweerman heeft zijn motor weggegeven. Oh. Mooi. Nou, Timmy, dan, rij jij dan, blijf jij nou op de motor, ga ik wel met de auto. Hey, wat is dit nou? Loopt die stream zo ver achter, ja. Zo. Welke auto moet ik pakken? Mercedes B-klasse. Volkswagen Touran. Mercedes Vito. Mercedes Vito Honda. Theo Talent Cruiser. Heeft er iemand zin om mee te gaan naar mijn club? Ja, dat kan wel. Wij komen zo mee als jullie even geduld hebben. Nee, goed. Ook mijn helm nog op. User left your channel. Doe ik dadelijk al af. Ik ga ze mijn huis inrichten. Ga je nog rijden of het was groen? Links moet er groen zijn of niet? Sorry? Links moet er groen zijn. Dat was die. Sander, wij gaan weer naar de MEF toe. Put up, Timmy.
praat via Discord trouwens. Het is wel handig dat ik geld mee heb. Even kijken. Ik moet hierheen. Kan ik hier ergens binnen? Hier kan ik binnen. User joined your channel. User joined your channel. Ik denk dat ik onderweg naar Merkelijk bij de veilige afstand staan. Ja, van Omen. Wie is het OC? Ik. Oké. Okay. Oh. Open. Opnemen. Zo. User joined your channel. User joined your channel. Oh, die pionnen. Ik heb hier een voertuig en die is van Raf Umbit. Ik heb nu bijstand nodig op Blokkenpark. Maar al letterlijk een half onderweg. Bijstand nodig, voertuig gevonden, Raf Umbit. Ja, onderweg. 28 onderweg. Alle uur. Waar richting de MEF? Tjonge, dat is bij de kledingwinkel bij de MEF. 800 meter vandaan. Kijk, heeft hij toch maar geswitcht van motto naar auto, jongen. Nee, kijk, nee, dat af. Oh, ja, nu zijn er weer 6 agenten. Nee, er waren net 5 agenten. Je mag maar, dan mag er 1 motor rijden. Nee, bleef maar hier, jongen. Collega, wacht even. Weer aan dood leggen op de brug. Is die een voertuig van jou, meneer? Ik zou wel even zijn naam in het systeem laten checken van deze meneer hier. Zitten we die voor jou eens na checken? Dat bedoel ik. Je hebt een bak van. Ze liet die voor jou even natrekken. Kom. Hey, blijf staan. Wat is er? Oh nee. Zoals ik al zei, trek de naam door het gips van achteroffen. Ik ken niet zo naam, ik weet het. Nou, maak ik even je identiteitskaart, meneer, zodat je even kan meewerken met ons. Dat gaat niet als ik geboeid ben, hè? Ja, maakt niet uit. Op welke zak zit hij? Volgens mij, ik heb hem soms tussen mijn kont zitten, maar... Die zit gewoon in. Waarom zegt iedereen dat? Ja, hij zit tussen mijn bilsplate. Iedereen zegt dat. Hij zit in zijn handen. Ik zal even mijn handschoenen aan doen, meneer. Is goed. Ja, maar als ik even fouilleer, dus ik ga even uw portemonnee pakken, meneer. Mijn portemonnee? Ben gek, vriend. Kijk, heel goed in zijn handen, meneer. Even, wat zit je op mijn kont? Ja, ik ga die helm maar van hem afhalen. Ja, even kijken, helm af. Nee, dat is echt chill, man. Hey man, die helm zit vast aan mijn hoofd. Die zit gewoon vastgeleid. Oh, dat regel ik met plezier. Younes aan de kant. Dat regel ik met plezier. Ach, dat kan ik ook met plezier. Ah, oh, shit. Younes, jij hebt net iemand. Je had toch aan het snelheid geklopt. Wie zegt dat? Een gast. Wie zegt Ozan niet met zijn naam? Wie zegt dat? Meneer, we gaan even horen of dat het voertuig voor jou was. We zoeken nu nogmaals. Ja? Deze motor is voor mij. Is deze motor voor jou? Ja. Wat dan? Ja, nee, sorry, ik wou het weten. Het is voor mij dan. Maar, Nee, ik wou het weten. Heb je zin? 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 Even doorvragen, ik zou... Ik zou... Hey, staan blijven!
Hallo jongens, kunnen jullie wat weten? Ik heb een paar opmerkingen op dit moment. Ik zie dat twee agenten solo aan het rijden zijn, terwijl het niet de bedoeling is, maar dat ze makkelijk duo kan rijden. En daarbij zie ik dat er straks voor een nieuwe update. Ik hoor dat het hier wordt... Ja, dank je dan voor de herinnering. Goedendag Younes. 20, 17 is nu status 1. Ja, zou ik jou komen ophalen, Sandro? Ja, ik heb aangegeven. Ja, is goed. Jij bent 2017 toch? Ja, inderdaad. Oké, okay, dan kom ik jou ophalen. Ik heb daar nog geen voor, hè? Dus begrip. Hij klopt. Wie is u met dan? Bedoel je Rob? Auto inbraak negeren. Niemand heeft dit gezien. Oh. Wie rijdt er nog solo? User left your channel. Ik haal nu net Sandro op. User joined your channel. Hey, Younes. Yo, hoe is het? Goed, goed. Met jou? Ja, gaat ook wel. Prima. Lekker. Nou, ging weer een beetje hard, die ANWB. Ik zal even mijn meting snel aanzetten. Wat heb je gedaan vandaag? Lekker gewerkt. Wat voor werk doe je? Vuilnisman toch? Ja. Nice. Dus volgens mij best leuk werk ook nog, toch? Ja, is best chill. Als je snel uw ronde doet, kan je 5 uur op je hap zetten. Hoeveel containers moet je dan doen op een dag? Ja, ik doe straten en dat is een zakken dat ik op aan. Oh, zakken? Ja, bij ons is dat met containers, zeg maar. Ja, ik weet het, bij jullie Hollanders, Nederlanders is dat heel anders. Voor wegbesparing toch? Weet ik niet. Ja, voor het grootste gedeelte daar wel, ja. Want bij ons werkt er 400 man. Voor één stad. Ja, dat geloof ik. Maar tegelijk of? Ja. Zo. Maar we hebben ook avonddiensten, maar niet zoveel. Avonddiensten. Maar wat is dat dan? Gewoon hetzelfde? Gewoon... Nee, dan is dat dan de veegmachine. Met? Met de veegmachine. Oh. Ja, zo kun je zwaar met borstels aan. Oh ja. Ja, die test dan de stad op. Zo na de uren. Ja, ik snap wat je bedoelt. Dat hebben wij ook. Ah, kijk, mijn auto's staan nog. Nou, is dit jouw huis? Ja. Vette huis, joh. Ik kom graag even naar de IKEA, gaan we even wat meubels halen. Nou, is goed. Zie ik wel zitten met die... Ik had een nieuwe auto gekocht, een Audi S3. Damn. Is wel mooi. Ja, ik ben eerlijk gezegd... ik kwam mij eerst een BMW X6 kopen, maar ja, die zijn nog niet beschikbaar. Nee, klopt. Dus nu weet ik zo mij een beetje. Ik dacht van die Alfa Romeo, maar dat is ook op die X6. Oh, die heb ik ook. Ik heb 2014 in bijstand door de blokkenpark. Eén eenheid naar mij. Ja, onderweg. Nou, dat wordt zo meteen naar de IKEA. Ja. Wat ze gaande? Wat is er aan de hand, 2014?
Ja, goedendag. Goedenavond. Timmy. Ja, maar ja, jongen, ja. Je bent geen meter zomaar. Heb je mij nodig? Of niet? Ja, ik had even een eenheid nodig hier, want dat was hier aan het escaleren. Nee, ik bedoel, jij hier maar staan. Dus. Oh, ik heb je niet eens aangeraakt, man. Dan? Jezus. Je kan niet eens een deftig Nederlands spreken, jongen. Dat ga je niet doen. Jongens. Ik had gezien dat je door rood zei, man. Ja, geef maar een boete dan, ja. Ja, nee, ja, ik geef niet altijd rappe boete. Daar gaat mijn functie niet over. Het functie gaat gewoon over dat je dat er normaal wordt gereden. Weet dat is mijn standpunt gewoon. Ik geef je gewoon een waarschuwing. Ik ga even wel uw rijbewijs moeten vragen, uw papier van het voertuig. Omdat dat een standaardprocedure is. Ik weet ook dat u een collega bent. Maar ik geef iedereen altijd de tweede kans. Burger of collega. Goed, dankjewel. Brian van den Berg. Ja, wil je geen onderscheid van maken? Nee, dat mag ik totaal niet doen ook, nee. Tim, heb je ons nog nodig? Ja, ik wil even luisteren, want dat dan niet escaleert hier. Anders als jij even Brian zijn papieren hebt en je hebt papieren van het voet en dan is dat dan juist gewoon een waarschuwing. Nee, is goed. Nou Brian, mag ik even je een rijbewijs even zien? Dat mag jij zeker. Ja, dat ziet er mooi uit. En het is een beetje een frustratie. Ik zit met die man, die wil die auto kopen. En welke auto? Die nou daar staan met die open dak. Die, oh ja. Die wou ik ook nog kopen, maar toen dacht ik, nou, 125k was toen voor mij nog duur. Ja. Maar ja. Maar is goed, dan kan je weg weer vervolgen, man. Hoe zit ik ook weer die oranje licht aan de Touran? Is goed, man. Later, man. Ja, goed, man. Ik praat even jullie straks wel verder, ja. Ik ga even... Is goed. Ja, is goed, Brian. Later. Yo, ben je zover, Hans? Timmy, waar gaat het hele verhaal om, eigenlijk? Persoon, de verdachte had dus al een uur en al gesmoord. Een gesmoord op de stoep en Mootje komt er niet meteen en heeft hem waarschijnlijk geslaagd. Ah, you fucking lying, that's not what happened. What? I'm smoking cigarette and this man hit me in face. Jongens, even rustig, even rustig. Wat, jongen? You filthy, dirty snitch, man. Snitches get stitches, man. Nee, schrijf nog even. Rustig blijven. Wat ga je doen, jongen? Hier, ik kom even uit elkaar, jongens. You motherfucker, jongen. Ik heb een zieke kopstot, maar je gaat je moeder vergeten. Ja, probeer dat aan. Look at this behavior. Rustig, do you not believe me when I say hit me in face? Mo, rustig. Ik word helemaal gek van die Russen, man. Kijk wat die Russen doen, man. Ze verneuken ons land, man. Jeetje. Ja, rustig aan, man. Ik weet niet wat er allemaal aan de hand is, maar... Broer, hij zat gewoon wiet te roken een uur lang. Dat stimmt niet, man. Dat is nu aan zich gehad, joh. Schweinhund. Maar wat schweinhund, man. Ik ga die schweinhund even opsteken, man. Wat denk je? Mo, rustig aan. Jezus, man. Is het niet beter als je even gewoon rustig ergens anders naartoe gaat? Ja, Peter, de eerstvolgende die een klap uitdeelt. Meneer! Ik heb gewaarschuwd. Iedereen even uit elkaar hier. Kom dan, vriend! Hey, Mo. Hey, rustig blijven. User joined your channel. Ik lieve dat. Dankjewel, politie, dankjewel. Hij legt een beetje bludend. Wat dankjewel, wegkomen jongen. Oh, man, Jan, zo heb je een probleem, mootje. kom dan, vriend. Mo, doe even rustig. Ik vraag even dit gebied te verlaten. Nee, ik wil even de case solven, man, dat ik die guy. Nee, ik vraag jou heel even 10 minuten dit gebied te verlaten. Even verlaten, kom. Ja, maar ik vind het wel even 10 minuutjes. Wacht, één moment. Go. Wacht. Nee, meneer, dat telt ook voor u, dat maakt niet uit voor. Wacht. Tegen wie heeft u? Tegen meneer in het, met het brilletje aan en Ja, maar ik zeg ook geen wacht. Oké, okay, zit je weer in een probleem, Ozan? Sam, je moet je bek houden. Wat? Maar als je gewoon rustig kan doen, kan je blijven. Maar, 2014, Ja, ik vind het weer in de sukkel.
echt maar fucking beter, jongen. Wat denk je, man? Kijk, is het nou broer, dit, nu is deze onschuldige man neergeklapt. Ach man, hij slaakt me in. Deze man noemt mij een zwijnenhond of zo, motherfucker. Niet direct op de rente verlaten, want je weet het probleem dat hoezo probleem aan het verzorgen? Ik word beledigd voor je ogen. Ah man, maar hoog. Nee, ik bleef je wel, Ik wacht even terug. Nee, je gaat hier verder van weg. Ja. Meneer, kunt u even afstand nemen van mijn collega? Ik ben mijn lawyer. Moet u even... Ja. Ik heb dus een wapen van mijn afgepakt. Ja, duidelijk. Dus die persoon wordt naar het HB gebracht. Ja. Dat is goed. Kunt u mij gewoon vertellen waarom dat niet goed loopt? Ja, ik word opeens beschuldigd dat iemand neergaat, dat ik iets anders mee zwijn om te noemen, ik word helemaal gek, man. Oké, meneer, is er daar één bewijs van? Ja, hoezo? Als hij een klacht in mij is, die moet hij dat bewijzen. Meneer, de persoon, zoals ik al zei, was 1 uur lang wiet aan het roken, dus ik denk dat hij een beetje taai is geworden, waardoor hij hallucineert. Meneer, mag even gaan blijven. Kijk, en nu wordt hij... Ja, goed zo. Lekker! Wow. Van wie zit voertuig? Top, jullie doen jullie job perfect. Ah, boven. Dat is niet mijn voertuig, mijn voertuig zat daar. Deze verdachte is aanhouden wegens verboden wapen, natuurlijk. En ook, wat voor wapen? Een dagger. En dat is? Ah, mijn hoofd. Zwart. Dat is een slagwapen. Ze hadden van een handje mee kunnen gaan. Nee, dat is een illegaal wapen. Het is geen illegaal wapen. Geen. Nee, wel. Ja, maar fuck, je weet toch. Het is een steekwapen. Ja, het is een steekwapen. Oké, okay, van wie zit het voertuig? Het is van mij, 2013. Ja, kan jij hem afhandelen? Peter, man, dit gebeurt er, man. Ja, als even mee kan gaan naar HB, je mag alles. Ja, Timmy, komt naar het HB met de motor, toch? Ja, ik zou mee naar het HB gaan, boys. Ik werk wel mee. Ja. Kom eens even mee, Peter. Ja. Hey, meneer. Nee, toch niet. Ja. Kijk. Wat is je naam? Younes, ah, dat was het. Is het? Ga je een Senna's en een nice reetje heb jij, meneer? Lekker kontje. De stomste agent is al bij. Wow. Wat denk je? Nee, kom eens mee. Wat denk je, jongen? Ga je weer al beginnen? Younes, kom eens mee. Mo. Ja, wat mooi. Ik vraag nu even dit gebied te verlaten. Dat is hier dat schuifdoel. Vandaag nog, dus graag even het blokkenpark verlaten, vandaag nog. Hop. Mo. Waarom zou je iets meer aan pannenkoek, man? Meneer. Ga je nou weg vandaag nog? Ja, ik ga weg. Hop, Ik sla je de hele fucking ring door. Dus kun je even naar de bus toe komen? Nogmaals. Ja, ik ben bezig. Rustig aan, hè? Ja. Je bent een beetje voor mij een beetje aan het clearen. Nou, als ik aan het clearen ben, loop ik gelijk door. Oh ja, we zitten in een arrestatie, loop maar weg. Ja, als je zegt, je moet eerst niet zomaar oordelen, jongen. Ik heb al heel veel geld. Ik heb geen geld voor een advocaat, kan er eentje tevreden worden. Nou, vertel. Deze man, gisteren, oké, die blauwe BMW, dat weet je toch nog wel? Ik heb geen blauwe BMW. Ik heb een Supra, ik heb geen blauwe BMW. Nee, wel. Ja, moet ik even die Supra uit mijn huis halen? Je hebt een straatrace gehouden. Veranderen. Oh, tegen wie dan wel? Hoeveel ribben heb je? Sorry? Wat is het probleem met deze verdachte? Hoeveel ribben heeft die guy gehouden? Ik heb nog niet. Gisteren heeft die Sandro neergeslagen. Oké, meenemen, ja. Nou, rij maar naar het vak. Ja, Russische pannenkoek. Mo, ik heb je wat gevraagd. Jezus man, wat ben ik vol met boosheid, man. Daarom. Mo, oortje. Ah, wat ben ik? Ik ben echt blij, man. Zie jongen, wat een poep en zelf heeft hij een steekwapen op zak, motherfucker. Sam, nog één keer in je licht. Jongen, het is kalm, jongen. Nee, ik heb iedereen al gewaarschuwd. Hoppa. Nu jou. En je ziet die meneer daar? Ik heb die ook gewaarschuwd, maar die... Zouden geen... Die heeft onze... Bro, ik weet echt niet hoeveel ribben dat je hebt weggehaald, man. Kijk dat, man. Sam, jongen, ik doe deze kung fu zo in je hoofd, hè. Zo, wat? Dikke back. Kijk dit, hij kijk. Goed dan.
Nou, kunnen jullie het rustig houden, heren? U heeft een spin op uw voet, nou. Die er uit randjes draait. Oh, mijn hoofd. Kunnen we het rustig houden hier? Is het beter nu? Moet ik even nadenken? Moet ik even nadenken? Dank je. Het is ja of nee? Nou, dat is het dus. Even nadenken. Sam, ik heb je gewaarschuwd. Ja. Je weet wel. Ik doe niks. Je ziet zelf, ik doe niks. Sam, ik steek deze vuist in jouw reet. Hey, dat zo gaan we zulke uitspraken gaan ook niet doen, jongen. Yo, wat is met die voet, man? Jezus, man. Wajo. Ik hoef die voet niet in mijn reet, dankjewel. Ja, ik hoef die voet niet in mijn nek, man. Ik wil geen voet in nek, man. Deze gast psychisch ook niet goed in zijn houden. Ik weet niet wat je aan de weg. Maar misschien langs het ziekenhuis is een... Ben het moonwalken, bro. Moonwalk. Ah, bro. Nee. Je weet, bro. Moonwalk. Moonwalk is achteruit. Ah, behoofd. Kan ik niet. Daar ben je. Hey, ik hoef nogmaals die voet niet in mijn reet. Hoppa. Mijn hoofd, man. Hey, fuck de police. Bellen, alsjeblieft ambulance, man. Mijn hoofd doet pijn. Oh, dat is kut voor jou. Oh, shit, man. Hé, hey, dat is niet allowed hier. Dat is gay. Hoi. Sam heeft weer iemand geslagen. Nee, kalm. Nee, Sam heeft weer iemand geslagen. Nou, heren. Hoppa. Willem. Stop! Oh, sorry. Again, sorry. Hier, dit. Kom, we gaan er vandoor, Sander. Waarom moet je me slaan? Hé, mijn hoofd, man. Waarom moet je me slaan? Mag ik mee op patrouille? Nee. Joens, mag ik mee? Nee. User left your channel. Nee. Alsjeblieft. Nee. Alsjeblieft. Ik ben een goede agent. User joined your channel. Jonge tijden, jongens. Oh, was ik ook agent. Ik was een heel goede jongen. Hé, hey, joh. Kutje kat. Oké, okay, let's go. Ja, ik had hem gewaarschuwd, hè. Ja, inderdaad. Ik zei de eerstvolgende die een klap uitdeelt, krijgt een klap terug. Oké, nu gaan we wel naar de IKEA. Waar is dat nou? Hier toch? Ja, hier. Die ene keer. Ga van meubels inkopen. Hey. User left your channel. User left your channel. So, for the meubels.
Sandro. Jo. Die kerel was opgepakt die jou gisteren had neergeslagen. Wow. Is net opgepakt. Dat is mooi. Zeker mooi. Die zit nu in de cel. Zijn we niet een keer bitter een pak slagen geven? Gelukkig in de Amerikaan, die doen dat ook wel dikwijls. Ja, volgens mij ook. Ja, hier in België doen ze dat ook, hè? Ja? Ja, dat is al een paar keer opgenomen bij ons. Oké. Keren de auto er vast als we een spoedman krijgen. Wil ik even binnenkomen? Moet je even aankloppen. Nog leeg. Nou. Even kijken. Richt je huis in. Oh, jij moet mijn huis uit als ik moet inrichten. Dat wist ik wel. Ik ga er even uit. Nee, dat wist ik niet. Even kijken, hoe werkt dit? Ah. ...2014. Ik luister. Zin in status 4? Ja, alsjeblieft, ik moet even hier nog alles afronden. Dat is begrepen. Hoppa, wet geplaatst. User joined your channel. Wacht. Als ik mijn tv misschien aan de muur kan hangen. Hey. Junis, het is een broer die bij te staan aan de deur. Wat? Het is jouw broer die voor de deur staat. Ja, wat is daarmee dan? Hij probeert binnen te raken, zegt hij. Ja, maar zeg dat ik even aan het inrichten ben. Heb ik gezegd. Ik kan wel naar binnen, toch? Nee, als je aan het inrichten bent, kan dat niet ofzo. Ik moest laat maar zitten, hak je er tussen. Ja, ik hang deze tv alleen nog op, dan kan je naar binnen. Hoe ging die nou omhoog? Oh ja.
Ja. Moest je naar binnen? Nee, niet meer naar binnen laten. Gaan we zitten. Oké. Even naar beneden neusken. Doe dat. Oké, kom, we gaan terug naar die IKEA. Wil je anders in die Alfa Romeo rijden? Weet je wat je te gek kopen? Welke wagen is dit? Welk? Een Toros. Een Toros? Deze? Ja, ja. Lijkt op een Lamborghini Urus. Oké. Ja. Oh. Die Alfa is wel zot, man. Is mooi, hè? Ik heb ook nog een Audi. Wil je er eens een rijden? Hij vliegt over de weg. Moet ik eerst deze even... Nee, nog niet. Maar ze moeten hem nog veranderen. Moet ik eerst deze even aan de kant houden. Kan jij die politieauto van de kant houden? Deze Toros is sneller. Eens openmaken. Ja. Ga je gang. Hou het niet open. Nee. Wacht, zal ik eerst zelf? Nee, nog niet. Hij rijdt nog heel raar, maar dat moeten ze nog, dus nog aanpassen. Dat is heel raar. Ja, rij maar. Rij maar een rondje. Oep. Hoppa. Slecht uit, hoe komt dat? Dat weet ik niet, maar dat hebben ze nog verkeerd user joined your gemaakt. Channel. Maar ik zal maar weer even parkeren. Ik wil ook een rondje in die Toros maken. Die is wat sneller. Kijk eens. Staat open. User left your channel. Ja, die is snel, hè? Ja, die is snel, ja. Ik heb nog een snellere. Dat is een Audi. Die staat op het bureau, mag je ook wel even mee rijden, zo.
Dan is dit niks vergeleken met dat met optrekken. Jonas, ik ga snel een sigaretje roken, is goed? Is goed. User left your channel. User joined your channel. Zijn er geen banken? Hey, bank. Hoppa. 2014 is af, status 4. Ja, begrepen. Reuk ze. Channel. User left your channel. Wie is er nog aan het kijken? User left your channel. Oké, verkeerd. Thank you.
is er gebeurd? Ja, weet ik niet. Ik rijd daar gewoon opeens, vlieg ik de lucht in en is mijn motor kapot. Oei, is niet best. Nee, zeker niet. Maar gaat het voor u, gaat het met u voor de rest goed? Ja, volgens mij wel. Een beetje last van mijn hoofd, maar dat gaat wel. Oké. Okay. Misschien wil je een pakketje op doen ofzo, die ik mag lenen. Nee, dat heb ik niet, nee. Sorry. Ah, jammer man. Voor ANWB bellen. Ja, dat is klote. Echt, daarnet, 30 meter verderop is die gemaakt en hij rijdt net weg. Hij vliegt de lucht en hij is kapot. Is goed, ik... Moet je nog... daar staat er een, ik ga wel eentje halen dan. Oké. Okay. Hey, later. Dag weer. Auto inbraak, dicht bij mij. Het is echt misschien 100 meter rijden voor mij. Your channel. User joined your channel. User left your channel. Oh, sorry. Hallo? User left your channel. Niks aangetroffen. Dit huis moeten kopen eigenlijk voor 1 miljoen. Mooie tuin. User joined your channel. Staat dus in. Yo. User left your channel. User joined your channel.
Is dat dit? Oei, die is heel groot. Even kijken. User joined your channel. Kom maar even hier naartoe. Ik denk dat ik hem daar ga plaatsen. User left your channel. User joined your channel. Even kijken. We gaan een plant. Kan ik niet wat stellen? 2014, ik heb bijstand nodig op Blokkenpark onder het tunnel. De situatie? Onderweg. Kom. Wat is de situatie 2014? Ik zou heel graag hebben dat jullie het voertuig Audi, zwarte Audi... RS3? Ja, die volledig keteen houden, want die persoon rijdt er zwaar roekloos, slippend... Als het goed is, is die al eerder staande daarvoor gehouden vandaag. Ja, moet hem nog een keteen houden, want hij was hier vrij roekloos aan het rijden. Hard ook, of niet? Ja, redelijk hard ook, ja. Hoe ben jij met de auto of de motor? Met de motor. Je weet dat je... Ja, daar juist waren we nog 5, nu zijn er nog 5. Ja, weet ik. Ja. Ik zag het erin, even kijken. Weet je waar die nu is? Nee, ja, die persoon is hier richting Blokkenpark. Ik zie hem. Krippen. Wat is er aan de hand? Oh, oh, sorry. We hebben het voertuig staande. Weggeven. Goedendag. Goedendag. Wat is er aan de hand? Nou, je rijgedrag. Wat dan? Wat dan? Wat heb je dan? Timmy, kan je even komen? Dat zal mijn collega u uitleggen. Nou, dat is goed. Volgens mij ben je al eerder aan de kant gezet vandaag. Ik? Goeiedag, ja. Meneer. Goeiedag. Goeiedag. Nou, ik had even mijn collega's opgeroepen om even u staande te houden, meneer. Weet u waarom? Ja. Wie hebt dat doen? Nou, dat u een beetje van die burn-out trekt en optrekt met de wagen. Vindt u daar normaal? Ja, oké. Het is een beetje een nieuw autootje en het profiel moet er nog een beetje aan. Anders, ja, er zijn ook racebaans waar u dat lekker kan doen. Niet op de openbare weg, meneer. Dus ja, oké. Okay. Ik doe het alleen eigenlijk als er niemand in de buurt is. Nou, ik stond nog thans dicht aan u, dicht in de buurt. Oh, nou, dan heb ik u niet gezien, nou. Meneer, sorry. Amai. Ja, dat is normaal, hè. U mag ook even, collega's, de ruiten. Want die ruiten zijn totaal niet... Maar wat, ja, wel, zeker. Die is eentje boven de donderste. Nee. Ja, nee. Als je zo kijkt... Hey. Je bent de advocaat, je weet alle wetten en alles. Hij zit eentje boven de donkerste. Je moet er doorheen kunnen kijken, daar gaat het om.
Ja, maar dat is soms. Dit is een beetje gebeurd deze auto. Nee, het is niet gebeurd. Kijk, we moeten er altijd... Oh, dat is verkeerd. Kijk maar. We moeten altijd doorheen kunnen kijken. Ook in het donker. Nou, kijk, je kan er nu doorheen zien kijken. Ja? Nee. Nee, het voorste ruit mag totaal niet geblendeerd zijn. Mm-hmm. En de twee zijruitjes, dus de bestuurderskant en de zij dan nu weer al, passagierskant, die mogen iets wat getint zijn, maar we moeten er nog altijd doorheen kijken. Ja, aan de buitenkant, niet aan de binnenkant. Veel mensen zeggen, zo, ik kijk er wel lekker doorheen. Ik heb geen probleem. Nee, dat is niet goed. Dus je heeft er 48 uur tijd voor. Dan zal ik even kijken wat dan afgelopen kan worden. Want dit is standje 3. Standje 2, dat leek er aardig op. Maar ik zal kijken. Oké. Okay. Mogen we je rijbewijs dan nog even zien? Ja, natuurlijk. Voor mij wel. Lift. Wie heeft hem? Jasper de Baas. Jasper de Baas. Ja. Kar, truck, ja, dus in orde, Jans. Oké. Ga je die teruggeven, meneer, alsjeblieft? Dankjewel. Kan er nog wat eerder of. Nee, voorlopig niets meer. Voorlopig gewoon een andere rijstijl houden. Zo niet, voor de vordering is gedaan. Goed? Zal ik proberen. Oké, wat een prettige dag. Wees goed, user left your channel. Wie is nog in dienst allemaal? Sander, ben je er ook nog? Nee. Wie? Sander. Timmy, heb jij wel eens in die Audi van mij gereden? Die wat? In mijn Audi. Yeah. Waar rij je of? Oh, doe maar. Kijk, dit is hem hier. Die Audi daar, die rode. Oh ja, nice. Wil je er eens een rij of niet? Nee, is goed. Kan je erin of? Oh, ik had het nog niet geprobeerd zelf. Nee, kan het niet. Wacht nog één keer? Nee, wacht. Oh, sorry. Nu? Ik kan wacht, twee keer wachten. Ja. Oh. Timmy, je moet met de auto. Left your channel. Oh, meneer, hey, meneer, 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 u heeft een stoefje lost. User joined your channel. 13. Timmy, pak maar de motor. Ik denk dat het een achtervolging wordt. Welke achtervolging? Nee, toch niet. Een persoon staande. Goedendag. Laten we even op de stoep gaan staan. Wat veiliger.
Nee, wat bent u allemaal aan het doen? Aan het rijden. Oké, zou ik dan uw rijbewijs mogen? Mag u zeker. Even kijken. Alsjeblieft. Sander Art, je weet dat je nog ingeklokt staat? Nee, ik sta niet ingeklokt. Oh, niet meer, nee. Nee, niet meer. Je weet dat je te hard reed? Ja, 20 kilometer of zo. Ik heb je geklokt op 113. Oh ja, dat zou best kunnen kloppen, ja. Dat is 30 kilometer puur te hard. Ja, dat klopt. Daar ga je een boete voor krijgen. Oei. Staat het voertuig op uw naam? Kan je dat eens even natrekken, Sander? Ja, even checken. Sander 8, ja, klopt. Ja. Ga ik u de boete geven? U bent wel een collega, maar dat zegt niet dat u te snel mag rijden, natuurlijk. Nee, dat klopt. Jammer. Kijk, ze heeft hier een boete voor 20 km per uur te hard, want 30 ga ik niet geven. Nou, dat is een mooie auto. Nou, voor u beter. Ja, het is een hele mooie auto, weet ik. Ja, dat weet ik, dat zie ik. Ja. Alleen je weet ook dat je ramen te donker zijn? Ja, dat klopt, dat moet ik even aanpassen, ja. Je krijgt er 48 uur de tijd voor en anders wordt je auto in beslag genomen. Oh, oké. Ja? Ja, dat is goed. Dan vermeld ik dat in het systeem. Fijne dag. Heeft het niet koud met die korte kleding? Nee joh. Lekker warm. tot 14 voor Sander. Kun je even naar AB komen? Ja, dat was weer een rood licht. Zie je nog een rood licht? Goedendag. Wat is hier maar bij de bedoeling van? User left ja, your channel. Wat denk je zelf? Stap maar even uit. Jongen. Oh, Timmy, nog steeds helemaal binnen? Je pakt twee keer rood stoplicht. Je rijdt nee, veel. Dat was niet waar. Dat was één keer. Ja, dat zal helemaal komen. En waar was dat volgens jou? Dat was bij Blokpark daar ook. Oké, dan ga ik het zo zeggen. Je volgt niet de lijnen van de weg. Nee, dat kan inderdaad kloppen. Zo een beetje roekeloos rijden. Ja, zoiets. Dus. Maar ik zal het even een klein stukje terugkijken. Als je even wacht. Ja. Nee, het was rood. Okay, ja. Dan was het een twee keer rood en snelheid lag rond de 100. User disconnected from your channel. 140, 158 heb ik geklokt. Oh, dat blijkt me sterk. Nou, ik heb het toch echt erin staan. Nou, op mijn kilometer stond duidelijk 120 of 130. Heeft u dan een bewijs? Nee, dat heb ik helaas niet. Nou, u weet wat dat betekent? Ik weet niks. Je weet niks. Je werkt bij de politie en je weet het niet. Nee, ik zou het niet weten als ik 20 kilometer te hard rijd. Ja, een keuring, ja. Maar ja. Ik klok je toch 158? Ja, dat lijkt mij heel sterk dan. Nou, kijk maar op YouTube. Wil je het zien? Nee, is goed. Nee, laat maar. Ja. Dan ga ik bij deze rijbewijs innemen. Godverdomme! Ja. Dat dacht ik niet hoor, joh, de ballen. Dat zou ik even niet doen. En anders. Wat anders? Dat zou ik echt niet doen, jongen. En anders. Dat zou ik niet doen.
Kan iemand even naar voor het HB komen? User left your channel. Oké, ik stop. Je mag dat ruimte voor de rest. Ik sta voor HB. Wat is het probleem? Ja, een collega van ons doet het een beetje moeilijk, maar die die wilde bijna wegrijden. Zo, er komt meteen iemand bij. Ja, vind ik gek als je bijna weg wil rijden. Ja, tuurlijk ga ik niet weg, joh. Nee, maar dit is niet het goede moment om zo'n grapje te maken. Nee. Ja. Nou, ik ga je van rijbewijs invorderen. Ja, dat zal wel wel. Dit gaat ook zeker naar co-opleiding. Ja hoor, dat vind ik helemaal prima. Oké, dat is mooi. Heb je nog geluk ook? Nou, dat systeem niet werkt. Oh ja, dat systeem dat werkt niet, nee. Nou, dat stopt meneer. Helemaal perfect. Nou, zodra die weer werkt en ik zie jou, dan neem ik hem in. Prima, dat mag zeker. Dan ga je zeker even een boete krijgen. Dat mag ook. U bent niet verplicht om te antwoorden. Wilt u nog een verklaring afleggen? Zeker weten niet. Oké, dan schrijf ik dat op zeker weten niet. Oké. Dan krijgt u 2 keer rood. User joined your channel. En dan krijg je een eentje voor roekeloos rijden. En natuurlijk voor 50 km per uur te hard. Ja, dat mag allemaal van mij, ja. Dat aardig, ga ik ook doen. Aardig. Ik kan meteen even allemaal betalen. Ik zie het. Nou, als je een beetje normaal doet, dan hoef je niet alles te betalen. Ah, ik heb toch genoeg, joh. Ja, maar daar gaat het niet om, hè? Nee, dat klopt. Nee. Maar ik wens je een fijne dag. Ja, stop. En naar rustig gaan. Lekker weten. En je ramen. Eentje van de taxi of normale? Nee, een Big Mac alsjeblieft. Ja, die zaak gaat beginnen nu. Oh, ik kom ook. Je weet dat dit geen parkeerplaats is? Sorry? En nu wel? Nee, ik ben maar. Die grapjes van je zijn niet leuk, hè? Ik doe helemaal niks, dit is gewoon de plek waar mijn auto staan. Oké, maar dit is geen parkeerplaats. Mag ik jou hier zien parkeren, krijg je een boete. Ja, maar ik wil gewoon even mijn auto werken, zeg maar. En u weet dat deze ramen ook te donker zijn? Ja, dat weet ik, dat moet ik aanpassen, ja, dat weet ik allemaal. Ja. Echt waar, jongens. Onderweg naar die auto in Braak. Begrepen. Kom je dan niet echt naar hier, Jurien? Ja. Direct zaak. User left your channel. Is niks aan het handje. User joined your channel. Waar ging de rechtszaak ook weer om? Nu met die rood licht geweest? Met die Bjorn daar weer?
Bjorn van de AWB dat we zoveel problemen hebben. User left your channel. Oh ja, dat had ik al gehoord. Ik heb eenmaal voertuig staan. Jonas, please, maak alsjeblieft aan. Het spijt me dat ik door rood reed. Je gaat boete krijgen, pik. Oké, okay, bro. Ik geef je mijn piek, man, dan vergeef ik je. Is goed, dan ga ik. Nee. Nee, Sam, ren één keer over de straat en we één keer weer terug. Met de vliegtuigremote. Oh, oké, ik weet wat ik bedoel. En je reed 92 km per uur. Dat is niet waar. Dat is waar. Dus die boete ga ik alleen geven. Geef me 5 seconden, ik ben het al. Ik ga alleen de boete geven voor 5 km per uur te hard. Ja, accepteer die boete, man. Van, dit kost al je boete minder. Ja. Oké, goed genoeg? Ja, je gaat die boete alleen krijgen van 5 km per uur te hard. Niet het rood licht. Hey, niet instappen, jongen, anders krijg ik die boete. Uitstappen, jongen, pak die boete. Wat denk je? Boete geven. Hey. Even kijken. 250, hey, maar. Even, hey. Zo, joh. Oké. Ik heb al wat, hè? Zo. Kom. Ze bedreiging. Man, ik zou opletten voor die. Hey, hoezo hebben jullie die rust losgelaten, man? Hij had een fucking steekwapen om zak, man. Ik heb niemand losgelaten. Fijne dag, Younes. Ja, ik had gewoon. Nee, wacht even. Ik had gehoord dat hij gewoon uit de cel was gehaald. Gewoon omdat weet ik echt niet, man. Echt, man. Dat is niet bij. Korpsniveau, bro. Het is gewoon mijn. Het is gewoon deze middel. Alleen ik ben goed, dat is het alleen. Ja, alleen jij bent goed, man. Maar toch, man, je kan wel in die motor rijden, dat is wel het nadeel. Wat dan? Ja, die motor. Ja. Die is snel, jongen. Ik heb nooit 370 meegereden. Hoe heet het? Politieagent? Ja. Was die Artyom nog veroordeeld of is die gewoon vrijgelaten? Die achter mij? Die Artyom, die Rus, was die vrijgelaten of was die veroordeeld? Ik zou het echt niet weten, want ik was er niet bij. Ah, kan je even kijken in... Ik zal eens even kijken. Als ze het erin hebben gezet, hoor. Even kijken. Ja, moet toch. Moet toch registreren. Majos. Wat is zijn naam? Artyom Treshkov of zo, ik weet niet. Hoe laat was dat ook alweer? Niet zo heel lang geleden. Ik zie... Ozan... Wacht, hoe heette die? Artyom. Jongen, jezus, wat wil ik jij dat nog vragen, man? Wacht, hoe heet die? Artyom Treshkov of zo. Ik hoor je niet zo goed, man. Wat? Ik denk dat die stoot van je motor een beetje taart op je hoofd lijkt, man. Nee, hij staat er niet in, Godverdomme. Uit, Sam, vliegen, jongen, kom. Uit. Geen auto's op jullie dak krijgen. Aan de kant, jongen, Younes. Waar moeten jullie heen? Hey, op donder met de stopteken, ja, ik dacht het al. Nee, dit moest ik wel uitzetten. Waar gaan jullie heen? Wij, man, wij zijn een beetje vissen aan het zoeken, man. Ik wil vissen. Jezus, kunnen jullie niet doorrijden? Ah, zit niemand in? Ja, jammer. Mag het door? Ja. Dus ik mag wel door. Ja. Ik moet stoppen. User joined your channel. Okay. Hallo. Jongens, ik sta aan de andere kant van het hek. Dat is niet te bedoelen. Ik kom eruit. Helemaal niks aan de hand. Timmy, waar zit je? Ik zit beneden. Kom ik ook heen. Waar beneden? Na staande houding sprak de politie hem rustig aan. De jongen reageerde gelijk al erg fel op hun. Bjorn gebruikte woorden eerst leren voor je iets zegt. Hier bleef de agent erg rustig. Later bleef Bjorn doorgaan met tegenstribbelen en dreigen met een rechtszaak. Nu komt deze rechtszaak en gaan we beide kanten van haar verhaal bespreken. Hier zullen Jasper Baas en Piet Hendricks de cliënten verdedigen. Ernst volgens Jasper Baas roodlichtboete en boete voor het niet meewerken. En een boete voor misschien nog voor het beledigen van een ambtenaar in functie. Nee, ik heb alleen een roodlicht gekregen. Dat is de eis. Hij wil die twee boetes er nog bovenop, ja. Oké. Nog een roodlichtboete? Nee.
En de rood lichtboete die stond al. Die heb je gewoon. Dus, ja, moment. Ik ga het even allemaal opschrijven, want anders ga ik helemaal fout. Moment. Ja, ja. Moment. Prima. Doe dus dan. Heren, ik sluit me even aan. Ik was ook erbij. Ja, is prima. Goeiedag. Perfect, welkom. Kom maar, dus wat waren. Wat waren mijn eisen? Mijn boete? From your channel. Rood licht. En een boete voor niet meewerken die is samengenomen met een belediging van een ambtenarenfunctie. Dus. Dat zijn de eisen die wij als. Ik heb het op politie tegen jou spant. Aangezien ik het verhaal van de agenten heb gehoord, heb ik hierbij nog deze boete bij toegevoegd. Aangezien er flink tegen de politie is ingegaan. Dus jij hebt de boete toegevoegd? Die heb ik toegevoegd, ja. En heb je het overleg met de officier van justitie? Ik heb er zeker overleg met een hoger raadslid van de. Nee, heeft u overleg met de officier van justitie, is mijn vraag. Datzelfde weet ik al genoeg. Goed. Mijn zaak. Ik kwam aangereden op de camper, ik had een melding gemaakt. Even, je weet al donders goed dat wij geen officier van justitie hebben. Laat me even uitpraten, alsjeblieft. Ik kwam van het eerste kamp af. Dus dat is wat ik bedoel. Wat zei je? Ik zei dus, het is daarom dat ik dus bedoel waarom dat je die boete kreeg. Je bent gewoon niet beleefd tegen alle mannen. Ik ben volgens mij nog steeds aan het praten, meneer, dus ik wil even dat hij je mond houdt. Jasper, kan je wel even lezen? Dankjewel. Wat moet ik doen? Ik heb u ook laten uitpraten. Sorry, Bjorn. Ja, het is het. Blessen. Beleefd zijn. Ja, maar ja. Ja dankjewel. Sorry, ja, dank u. Mijn excuses. Waar waren we gebleven? Ik kwam met een vriend vanaf een nudistische kamp. Ik ga niet uitleggen wat we dan met deden, dat is mijn privé. Maar toen we weg wilden rijden, werden we beschoten door hen. Waren we niet zo echt attent. Dus we hebben een melding gemaakt van gele caravan wordt beschoten. User left your channel. En toen kwamen we bij de kruispunt. De agenten kwamen tegenover mij, stonden tegenover mij. En ik ging links afslaan. Dus ik vind het heel knap dat ze dan kunnen zien dat ik de rood rij. Mag ik er iets bij toevoegen? Uiteraard. Mag ik iets bij toevoegen? Uiteraard. Ja, oké, meneer, mag ik u iets persoonlijk vragen? Wat heeft u mij verteld toen dat u vandaan kwam, toen dat u met die caravan aankwam voorbij de rode licht? Wat heeft u mij verteld? Tot we werden beschoten, hè? Nee, dat, nee. Dat u niet kan u was gaan kamperen met een vriend, heeft u mij verteld? Ja, bij een Edessica. Ja, nou kijk, ik weet niet hoe dat het hier zit, maar meneer begint hier op een bepaald moment heel zijn verhaal door te vertellen. Dus maar gaat hij nu gewoon lekker zeggen dat hij door rood gereden is, omdat hij werd beschoten. Terwijl dat wij daar in de buurt waren en iets van schoten horen. Sorry, mijn excuses hiervoor. Nee, dat mag ik zeker je mening uiten, dat is geen probleem. Maar ik zal nog maar eens vertellen hoe het is gezien dat meneer de rood is gereden. Agenten keken in een spiegel en zagen ook de weerkaatsing van een andere auto dat je door het rode licht heen reed. Maar dus. Als je door de spiegel heen kijkt, dan zie je erachter. Dus niet wat er voor gebeurt al linksaf gaat. Ook in de weerspiegeling van de auto is het gezien. Dat vind ik heel knap. Ja, soms zijn dingen heel knap, maar zijn wel gebeurd. En meneer de advocaat, kunt u bewijs leveren hiervan? Als een politie iets zegt, dan dit is een plicht om eerlijkheid. Goed luisteren, hè, meneer, dus, want we hebben hier ook gediscussieerd wat dan mijn functie is op de weg. Ja? Meneer de advocaat, vertelt u maar wat dan onze job is. Ik heb het misschien nog wel op opname staan. Nou, meneer, kijk, als je een officier. Nee, ik bedoel een. ja, we zijn ook ambtenarenfunctie. Dus ambtenarenfunctie, dat bedoel ik. Dus we hebben kijk. We zijn ook gezworen onder. Ja. Onder rechten en. Dus u heeft een eed afgelegd? Ja, we hebben totaal een eed afgelegd om. De heer Koninklijk, ik zal zweren dat ik met deze mijn ambtenaar zet. Ik weet de tekst helemaal niet. Nevermind. Goed, waar waren we? Maar ik begrijp dat agenten niet hebben gelegd voor eerlijkheid. Maar betekent het alsnog dat in zaken bewijs moet komen? Iemand is vermoord, oké? Okay? Dan moet er bewijs zijn van dat iemand het heeft gedaan. Ik denk kan niet dat zomaar een naam willekeurig worden genoemd. Ja, maar rood licht en iemand die een moord pleegt, dat is een heel grote verschillende zaken. Nee, maak geen voorbeeld. Channel. Ja, dat is geen voorbeeld. Ik noem dat geen voorbeeld. Een moord en rood licht. Sorry. En als een agent iets zegt
Kijk, in de zaak van een moord is het erg anders, want dan gaat er een andere dienst op af. Nee, dat is een andere. Het gaat om het idee van bewijs. Oké, okay, daar nou, heb ik het over. Als een agent zegt dat iemand door rood heeft gereden, heeft hij door rood gereden. Hier is niks tussen te brengen. En dat gebeurt ook in real life, want ik ben ooit een keer theehouder geweest. Nee, niet theehouder geweest, een politie. Ik heb echt een keer snel gereden en dat was een Fresno, herinnert u niet meer. Ik rijd snel met mijn wagen. En politie buiten functie heeft mij niet tegengehouden. Die heeft voor mijn nummerplaat opgeschreven. 2 weken later had ik een briefbus en mijn brief was €148. Zo. Van de politie uit functie. Die heeft voor mijn nummerplaat opgeschreven. Oh. Ja? Maar ja, dit. Ja, als je uit dienst bent, ben je steeds een ambtenaar. Dat ben ik ja. ook. Ja, maar ik weet dat ook eens. Politie uit dienst, dat is zelfs lekker een dokter. Een dokter die uit dienst is en er valt iemand bij wijze van spreken naast u ver dood, dan zijn je altijd verplicht om die persoon te redden, of je zijn job kwijt. Ja. Wettelijk, dat is ook wettelijk zo, hè? Maar alsnog, het betekent niet dat ze of ze een functie foutje kunnen maken. Tuurlijk, er zijn mensen die maken altijd door fouten. Door rood gaan, ja. Mag het nog iets zijn? Natuurlijk. Ja. Oké, dus wij houden dus 100 mensen dagelijks tegen die door het rood rijden. Die mensen moeten dat toch ook niet komen zeggen tegen ons van hey, hebben jullie bewijs? Want ja, we staan er ook op te kijken. Bij jou is juist hetzelfde als user joined al die 100 andere gevallen. User joined Klopt, your maar alle agenten die in dienst rijden, die hebben een dashcam op hun voertuig voor en achter. Ja, kijk meneer, wat dat het ook is, ik ben surveillant. Dus ik ben nog maar in mijn tweede rang. Ik ben nog in opleiding, half. Ja. Ik ben nog geen volledig agent. Dus bij mij is dat nog niet geïnstalleerd. Ik ben er ook nog niet volledig voor geïnformeerd. Dus hebben we wel maar ik wil daar even op inbrengen. Mijn advocaat zegt dat ik in alle auto's heb. Ik ben namelijk ook gewoon pitch geweest. En laten we zeggen, 4 maanden ben ik hier pitch geweest. En er zitten gewoon alle dashcams in alle auto's. Dus ik weet niet wat dan voor speciaal is. In onze oudere auto's zitten geen dashcams. Even Bjorn. Bjorn, rustig. Dus gaan we zo geen zaak met je aan, hè? In onze oudere auto's hebben wij geen dashcam. Nee, klopt. En in de nieuwe wagens wel. Ja, en ik wil je nog wel wat terug op aanbrengen. Als een agent het heeft gezegd, is het zo. Ja, het is alleen geen dashcambeelden nodig. Er zijn geen dashcambeelden nodig. En het is niet één agent, dat waren 2 agenten. Hè? 3. Ja. 2 toch? Dus dan. Nee, ik was er ook bij. Ja, Julius was erbij gekomen. Omdat het aan het escaleren was. Ja. Nou. Maar mijn rapport uitzet, ik wil helemaal from your channel. Doe dat. Ja, zet uit. Oké. Okay. Oké, maar dan wil ik graag dat u een verklaring geeft waarom u de ambtenaar functie beledigde. Hier graag een verklaring voor. Ik beroep aan mijn zwijgrecht. Oké, okay, dan laat ik het over aan uw advocaat. Ik vond eerlijk gezegd dat het gedeelte van waar mijn cliënt volgens de politie niet altijd aardig was. Heb ik zelf niet meegemaakt, want ik was toen nog niet ontzien. Ik heb wel de aftermath nagemaakt. En in dit geval moeten de 2 agenten, vooral Sandro voor me, ook eerlijk zijn dat, u werd toch ook redelijk heet na een tijdje. Oh, meneer. Na een tijdje, dat is het al dus, hè? Meneer, kijk. Maar, dus meneer begint agressief. Ja, inderdaad. Meneer begint agressief, dan moeten wij meewerken met meneer. Als meneer vriendelijk blijft, blijven wij ook vriendelijk. Toch, Piet? Maar werd u geet, meneer? Wat lief? Werd u redelijk geet? Nee, totaal niet. Mij kan ik me nog herinneren dat u, gewoon eerlijk gezegd, een beetje onprofessioneel. Het woordje bullshit. Inderdaad. Nou, Piet, ik ga er eventjes komen. Ja? User joined your channel. We hebben totaal sommige momenten dat we onder druk staan. Ja. En dan gaan we ook harder gaan optreden, waardoor dat we ook harder onze ambtenaar in functie, dus ook, hoe zeg je dat? Waardoor wij iets strenger handhaven. Ja, klopt. Waardoor dat we gaan strenger handhaven, want ik zeg het nogmaals, als we als we altijd maar braaf blijven, dan gaan er op een gegeven moment gaan ze over ons lopen. Ja. Er wordt soms woorden gezegd. Van de tegenpartij natuurlijk, wat een jammere zaak is natuurlijk, want ik zeg hem nogmaals, het was maar een simpel rood licht, wat dan aan het escaleren is. Mm-hmm. Vind ik ook wel heel jammer natuurlijk. Ja. Maar als u na een half uur onder vuur ligt, gaat u toch ook wel zelf ook een beetje uw stem gaan verheffen? Nee. Sorry collega, ik ga je daar even bij Blijf verbeteren. Menselijk, hè? Een hele dag natuurlijk, want er zijn nog zo meer mensen zoals Bjorn. Mm-hmm.
Of meneer Smit, sorry. Ja. Nee, dat snap ik. Maar vanuit de niets deze beledigingambtenaarfunctie was toch, meneer Jasper? Ja, ja, zeker. Sorry. Dat dit nog, sowieso nog erbij komt, vind ik een beetje uit de niets. Niets is het niet. Want ik weet niet, wat heeft mijn cliënt allemaal gezegd tegen de agent? Oké, ik ga het even citeren. Yunus, dat was speciaal tegen nu. En Bio, wie was die andere? Brian, dat was in de office. Dus ik ga beginnen met Yunus. Dus die stonden beneden in de verhoorkamer aan de cells, samen met Bion. En Yunus was dus iets aan het zeggen en op een bepaald moment zei Bion gewoon het niets. Meneer, voordat u iets zegt, leert u regels over dit en dat. Ja, ik weet niet, het was heel grof. Leer de wet uit je hoofd, daar kwam het op neer. Als we die wetboek uiteindelijk helemaal, we moeten die natuurlijk helemaal uit ons hoofd kunnen, maar we hebben daar natuurlijk tijd voor nodig. Maar als meneer daar speciale bedieningen wil bij toegediend worden, weet ik het ook niet. Als ik te horen krijg van die advocaat, die kent zijn rechten niet, mag je lekker vinden, maar ik voel me niet beledigd. Want als u zelf overtuigd bent dat u regels kent, dan hoeft u dat niet aangetast te worden. Ja, maar kijk, ik mag ook even wat inbrengen, alsjeblieft. Nee, ik bedoel, dus mijn regels, dus voor mijn sorry, ik mag met Pieter aan praten, sorry. Oké, mijn excuses. Oké, dus, wat ik wilde zeggen is dat het, belediging ambtenaarsfunctie, die zin, zou ik daar nog niet zozeer op kunnen aanmerken. Nou, ik zou even uitleggen waarom we die User disconnected from your channel. Bjorn gedraagde zich heel, dat hij de agenten op zijn plek zette. Ja. En hij zei dat, even kijken hoor. Mag de heer Bjorn? Hij behandelt een beetje als miserige agenten. Mag ik ook wat inbrengen alsjeblieft? Prima. Maar even snel googlen. Daar komt hij. Belediging ambtenaar functie, artikel 267 wetboek voor strafrecht. Daar komt hij. Het openbaar gezag in een openbaar lichaam of in een openbare instelling. Een ambtenaar gedurend of ter zaak van een regelmatige uitoefening van zijn bediening. Het hoofd of lid van de regering van een bevriende staat. Dus ja, het is niet echt belediging wat ik net, dat jullie zeggen dat ik heb gedaan. Hè. Moment. Ik kan verder, dan moet ik even wat zoeken. User joined your channel. Je kunt verder discussiëren, dat is. Ik ben even aan het zoeken. Hebben jullie nog iets wat je toevoegt aan dit? Timmy, ik heb graag dat jij citeert wat Bjorn allemaal heeft gezegd. Want je hebt mij toen een aantal dingen duidelijk gemaakt. Ik heb er 3 opgeschreven. Maar volgens mij heb je er nog veel meer voor. Heb deze allemaal te maken met deze zaak? Ja. Oké. Okay. Zijn nog een keer, ik was even in mijn ogen. Wil je citeren wat Bjorn allemaal heeft gezegd? Volgens mij van een week geleden. Heb opgeschreven. Van een. Dat hij vertelt tegen een. Boete van een rood stoplicht. Dan gaat hij een hoog bezwaar. Ja, nu is er een hele rechtszaak. Wat was dat nu weer al? Even denken. Dus ja, dat. Dat je twee keer moet nadenken voordat je iets zegt. Dat was nog iets, hè. Dat we als de schouw geen slimmerikken waren of zoiets. Dat was er sowieso ook gezegd geweest. Ja. Kijk, dat zijn gewoon onnodig misschien vervelende opmerkingen. Ja, ik zeg het maar op een schone manier. Maar er zijn dat was op een bepaalde toon. Stemband gezegd. Ja. Dat snap ik. Dan misschien voor één kant geheet worden. Maar user left your channel. Ja, schelden. Nee. Nee, maar vind je het ook een beetje raar dat we niet allemaal samen zitten voor rood licht? Mag ik nog een keer vragen aan mijn advocaat? Ja, prima. Ja, Jasper. Ja, zeker. Weet jij toevallig nog mijn collega die bij mij zat die een dag? Weet je nog ook wat ik verteld heb over u, over die jongen? Mijn collega, meneer, mocht u even toegeven, hè, Bjorn? Mijn collega die bij mij zat die een dag dat we u tegenhouden, hè, die heeft
geen ene woord, geen één woord gezegd tegen u. Weet je wat hij er achteraf tegen mij gezegd heeft in de auto? Dat hij niets durfde zeggen tegen u, omdat hij bang was voor iets verkeerd te doen. En dat hij direct een rechtszaak zou krijgen tegen jou. Dat heeft hij mij direct gezegd. En daarom heb ik hem gezegd tegen hem, ja, iemand moet opstaan tegen zulke mannen. Ja, ja, ja. Nou kijk, we zullen dus zeggen, hij kwam echt dreigend over. En hiervoor is het zeker een zaak dat het ambtenaar een beledigende ambtenarenfunctie is. Hier sta ik op. Inderdaad. Ja, nog even toevoeging aan Timmy. Ja, we zitten hier voor een rood stoplicht. Maar ja, ik en Jasper doen al bij ons werk. We worden ingehuurd. We doen ons ding. Ja, licht eraan. Het maakt mij niet uit welke zaak het is. Soms moeten we gewoon ergens voor gaan zitten. Ja, dat klopt. Daarnaast. En ik heb altijd gezegd, burr of geen burr, ik heb dat nog. Kijk, ik heb vandaag ook weer een waarschuwing over aan een van mijn collega's die door rood gereden heeft. Dus ik zeg het nogmaals. Ik onderscheid geen burr met een politieagent. Ook al zijn het goede collega's, altijd correct gehandeld naar de codeweg. Dat is heel belangrijk voor ons allemaal. Dat is ook heel belangrijk als je een keer zegt van ik wil te voet of ik over het zebrapad lopen. Dat je niet zomaar over gereden wordt. Ja. Klopt. Ik heb vandaag een agentse rijbewijs ingenomen nog zelfs. Ja, dus. Ik stond erbij. Inderdaad, en ik ook. Het is niet echt van toegevoegde waarde nou. Nee, maar we bedoelen dat er geen onderscheid wordt gemaakt. Mm-hmm. Precies. Ik ga even in het wetboek te kijken. User joined your channel. Bij deze zaak toch wel degelijk. User joined your channel. Een ambtenaar gedurende tijd de uitoefening. Dat zei ik het ook al. User joined your channel. Kijken. Ja, dat is de laatste keer vinden. Ik moet ook echt moeite om te zoeken. In mijn eigen wetboek staat het ook niet namelijk. Ja, wetboek op Google. Nee, mijn echte wetboek. Ik heb hier alleen elke opzettelijke belediging die niet karakter of smaad of smaadschrift draagt, het zijn user left your channel. Mondeling of bij geschrift of afbeelding. Het zijn iemand die tegenwoordigheid, mondeling of het feitelijkheden, het zij toegezonden of aangeboden geschriftelijk of afbeelding aangaan wordt als. Maar het staat laden. Dan ben ik kwijt. Ik zal even. Ja, sorry, deze pagina bestaat niet meer. Gewoon aanvullen. Nou, er zijn beledigingen zoals smaad en laster. Dus even kijken. Iemand ergens van beschuldigen terwijl je niet weet wat hij. Waarom zegt eigenlijk? User left your channel. Sorry dat ik het moet zijn, maar het slaat nergens op. Wat bedoelt u met beschuldigen? Is dat niet waar, zeg je? Is dat wat je bedoelt? Dus je wordt beschuldigd voor iets dat je niet gedaan hebt, zeg je? Ik hè? Ja, jij. Ik bedoel om mijn zwijgrecht. Ja, daar gaan we. Waarom je zwijgrecht? Ja, natuurlijk, ik heb daar volledig recht op, maar. Ja, moment ja ik snap iets. Jij wil zwijgrecht, maar jij bent deze rechtszaak gestart tegen ons. Ja, klopt, maar dan moet ik het niet aan jullie te vertellen. Ik dat ding aan mijn advocaat. Jullie weten toch dat ik ook iets van terug wil als je deze verliest, toch? Nou, eer, dat is nou niet bij de eis gezegd, dat is nou een beetje te laat. Ja, dat weet ik ook, maar. Zij jongens, die Thomas is al aan, hè? Kijk, ik ben weer aan het sturen, jongen. Echt, hè, niet normaal, hè? Wie laf erop? Ja? Nee, maar Piet, nee, heb jij nog aanvullingen? Ik sta erop op dat meneer deze. We hebben genoeg bewijs dat meneer een ambtenaar heeft beledigd in functie. Nou, ja, misschien denken we gewoon allebei apart over het feit van het beledigen van een ambtenaar in functie. Er zijn verschillende categorieën in. Je hebt een hele erge variant waarin iemand agent helemaal uitscheldt. Ja. Maar hier is er toch echt een hindering in het werk gedaan. En is er toch als ik persoonlijk deze toon zou krijgen van een cliënt of wat dan ook, dan zou ik er niet van wakker liggen. Dus. User left your channel.
Een agent die doet zijn werk. Ja. En hij dient zo niet aangesproken te worden. En doe je het wel, dan heb je de risico op een boete. En ik kan er nog iets bij zijn, Bjorn, als je echt effectief bewijs wilt. Ik wil gerust wat bewijs doorsturen. Dat is niet de eerste keer dat we problemen hebben met jou, hè. Ik heb redelijk wat opgezocht hier de rest op mijn computer. Ik ben een aantal keren tegenhouden geweest, hè. Wie eens rood licht. En nog maar op. Nou, dus en daar is ook allemaal bewijs van. Het gaat niet om het feit van de zaak, maar ik bedoel over het feit van dat u nu een rechtszaak begint met het feit dat u wordt beoordeeld of beschuldigd wordt van door roodrijden, meneer. We hebben nog dit zijn advocaten, Jasper. Zaken die afgelopen zijn geweest met nog boetes waar dat er uw naam op staat dat u ook af en toe door rood gereden, meneer. Dus we verschieten er niet van dat u dat niet, dat het dit niet de eerste keer was, hè? Dat zegt u zelf ook. Mijn excuses, heer, ik moet er vandoor. Ja, is goed. Jongens. Even kijken. Thomas, waar kan ik jou vinden? Kijk eens wat ik denk. Jongens, schoten glas op de pier. Wat zei je? Zijn schoten gelost op de pier. Begrepen. Thomas, ben je in de porto? Hallo. Hey. Hallo. Jullie zijn hier al lang, hè? Ja. Inderdaad. Ben je al interessante gesprekken, toch? Ja, ik rijd die S3, ja. Die is echt mooi. Top speed, zo. Ik kom nu in de zon dat mijn gezicht in de zon komt. Oh nee. Oh ja. Weet jij waar Thomas Lavrov is? Nee, ik weet niet waar hij is. Ik zie wel, ik moet hem even spreken. Oh, dat is veel beter. Ik zal wel even vragen. Ik voel wel dat mijn hersenen nu net zo groot zijn als een walnoot. Heb jij zijn nummer dan? Brian. Ik heb zijn nummer, ja. Zou je hem misschien kunnen bellen? Oh, daar is hij. Waar? Hier in de Reaper. Is dat Thomas? Nee, dat is iemand anders. Oh. Oh, hij is weg. User left your channel. Zou je misschien kunnen vragen waar die is? Of die hier naartoe kan komen? Goedendag, heren. Goedendag. Hallo, heer. Rosalie, ik wil je iets zeggen. Ga je gang. Het spijt me. Ik bied mijn excuses aan. Oké. Maar je wilt zijn nummer hebben? Nou, ik wil hem eigenlijk gewoon even spreken. Rosalie, ik ga u nooit meer verstoren als u uw werk aan het doen bent.
Ja, buiten mijn werk mag je, maar niet te klef. Ja, nee, nee, maar... Ja, sorry, het spijt me. Als ik aan het werken ben, dan moet je me gewoon... Ja, ik geef anders het nummer wel, dat is... Oké, okay, mag ook. Zet maar boven je hoofd. Of een papiertje op je hoofd plakken. Hey, dag, hè. Dag, hoi. Ik word echt gek van een persoon die de hele tijd naar mij zit te sturen. Ja, oké, okay, hij was het dus niet, want hij had zijn telefoon niet vast. Ja, maar zit de hele tijd iemand naar mij te sturen. En ik vraag wie die is en hij wil het niet zeggen. En het irriteert me heel erg. Maar, Unit. Kan nu als politieagent niet dan achter zijn nummer komen? Ja, Brian. Oh ja, maar dat ga ik niet doen. Hij ontmoet mijn vriendin, man. Sorry, wat zei je? Ik zeg ontmoet mijn vriendin. En dat is? Oh, hij is ook weer terug. Rosalie. Oh, leuk. Hallo. Hallo. Kom niet binnen bij hem, denk ik. Jawel. Nee. En anders dan gefeliciteerd. Dank je. Ja, dankjewel. Is dat voor jullie veel te horen? Awkward. Ja. Ja, alsjeblieft. Yo. Dag, met Younes van de politie. Kan ik jou even spreken? Heel snel is kan het, en anders moet het even een laatste moment. Het is snel. Huh? Het is best snel. Zo. Ik had daarnet een Sander Art, was dat? Een agent. Ja. Die reed 158 km per uur. Dus ik had hem gewoon... Ik wilde zijn rijbewijs innemen, omdat het systeem geglitst was, kon dat niet. Maar daarbij ging hij alsof hij weg wilde vluchten, in zijn auto stappen. En ik zou je daar graag wat de beelden van hem door willen sturen. Ja, stuur maar door, man. Dan zou ik... Het staat op een livestream op YouTube. Ja. Dus dan zou ik wel even zeggen welke minuut dat zou zijn. Eerst wat, man. Ik stuur me zo meteen maar alles door als je zover bent. Is goed. Oké, okay. Fijne avond. Tot dan. Zo, even gezegd. User left. Maar wat zijn jullie de hele tijd aan het doen? Nou ja, fijne dag.